Alesia. Julius Caesar wacht hier op de overgave van de Gallische bevelhebber Vercingetorix, die hij zojuist verslagen heeft. Deze briljante overwinning stimuleert de ambitie van Caesar, die van nu af aan steeds ambitieuzer zal worden. Schiet eens een beetje op. Jullie moeten niet zo ver achter blijven. Loop eens wat sneller, treuzel. Zeg, chef, die twee die schijnen het nogal grappig te vinden. Wacht maar. Je mag niet lachen. Ik zal jullie eens kietelen. Caesar dicteert zijn geschiedkundige geschriften. De Galliërs hebben de druk van het Romeinse leger niet kunnen weerstaan. Ik hoefde maar een omtrekkende beweging te maken om hun verwarde aftocht te bewerkstelligen. De vluchtelingen omsingelden we in Alesia. De mensen moeten zeggen dat wanneer ik een veldtocht leid, niets of niemand daartegen bestand is. Iedereen en alles moet buigen voor mij. Rome zal de wereld beheersen en die Gallische barbaren zullen dat niet verpesten. Als het moet, roeien we ze uit tot haar laatste toe. Dat moest maar eens gezegd worden. Daar, chef. Denkt u niet dat die mooi bij u in de tuin zou staan? Hé, hey, jij daar, dikke. Neem die boom mee. Nou, zeg. Oversteken of niet, dat is de grote vraag. Ditmaal is de Republiek in gevaar, maar wij, leden van deze verheven senaat, zullen dit kleine ambitieuze generaaltje tegenhouden. Weg met Caesar! Voorwaarts! Het is van mij! Het is van mij! Het is van mij! Het is van mij! Door de triomfen van Caesar duurt het niet lang of Rome wordt een wereldhoofdstad. In de overdekte zuilengalerij van het huis van Minucius deelt men graan uit aan het volk. Wie volgt? Wanneer je het geluk hebt een inwoner van Rome te zijn, waarom zou je dan werken? Als het de gewoonte is dat de stad je brood en spelen geeft. Caesar heeft twee theaters laten bouwen, beide half cirkelvormig en grenzend aan elkaar. Op een teken van Caesar laat men deze enorme bouwwerken zo draaien dat ze bij elkaar komen en één circus vormen. En dit is een vernieuwing die een keerpunt zal vormen in de toneelwereld. Ave Caesar!
Ave Caesar, zij die sterven gaan groeten u. Genade of dood? Dood! En jullie moeten met elkaar vechten, anders gaan wij met jullie vechten om je te dwingen. Ik heb een idee, wat dacht u ervan als we... Openen! Ja! Omdat de bouwwerken van de oude stad voor het merendeel van hout waren, vielen ze vaak ten prooi in de vlammen en de brandweerlieden hadden er heel wat werk aan. Het vuur en de vlam. Ook de welsprekendheid is net als de vlam. Zij moet eveneens gevoed worden. Net als zij kan zij bestaan door beweging en verlichtend door te consumeren. Gegroet, gegroet. Ter meerdere glorie van Rome zullen wij wegen gaan bouwen. Ik zal jullie een voorbeeld geven. Kijk, dit is een tegel. Nee, zo moet het niet. Eerst neem je zand en dan een tegel, keitjes. Oh nee, geen keitjes. Een tegel. Een keitje, tegels, zand erbij. En de wegen beginnen allemaal hier. Verbreiden zich over de hele wereld. Wat een roem voor Rome is dat. En ook voor mij. Maar bij de baard van Jupiter, wat gebeurt er allemaal? Oei! Het principe van de Romeinse weg is altijd rechtuit te gaan, ongeacht het terrein. Hetgeen natuurlijk wel eens problemen oplevert. Nee! Wat een mooie plek voor een amfitheater. Wat een akoestiek, geweldig. Stop maar met het werk. We gaan een prachtig amfitheater bouwen. Maar meester, ik heb helemaal geen tekening. We hebben geen bouwstof en de tegels liggen al op de weg. Laat ze eruit halen. Eruit en snel. Oh, wat is dat? Wat heeft dat te betekenen? Zeg eens, zou iemand mij misschien kunnen uitleggen waar die weggebleven is? Die is weg, maar er is een prachtig amfitheater voor in de plaats gekomen. Is het niet prachtig?
Bevel van Caesar, de weg moet af. Goed, goed, goed. Militairen en kunst. Ah, ja zo. Ha. Uh-huh. Dat is lekker. En nog prettig ook, zeg. Zo is het veel mooier. Wat? Vindt u het geen uitstekend idee, deze termen, generaal? Goed, goed, goed. Dan praten we er niet meer over. En laat ik niet merken dat u opnieuw... Maar proef dat water eens. Dat is heerlijk. Men ontbiedt u een Rome, meester. Bevel van Caesar. U kunt die wagen gebruiken. Niks hoor. Ik niet in een racewagen. Mijn draagstoel. Die zijn me te klein. Deze hier. En die daar. Aangezien ik besloten heb de stad te moderniseren, zullen we de oude stadsmuren afbreken, de rivier de Tiber verleggen. Het exercitieveld inrichten en hier het Forum van Caesar bouwen. Maar Caesar, daar is geen plaats voor. Wat? Geen plaats voor? Dan maken we er plaats voor. Hey hop, hey hop, hey hop, hey hop. Hey, hop. Gebouwen afbreken om er dezelfde voor in de plaats te zetten. Het is in ieder geval werkverschaffing. Belofte, altijd maar belofte. Daar stopt men jullie mee vol, o burgers van Rome. Verenigt u tegen hen die u misbruiken. Weg met de oude garde, weg met de oude garde, weg met de oude garde. Mijn nieuwste uitvinding, dat zal jullie heel wat werk besparen. Kijk daar maar eens even. Nou? Oh, wat gebeurt er? Oh, verschrikkelijk. Wat is er gebeurd? Oh, vreselijk. Ondanks enkele onbeduidende probleempjes gaat het werk toch door. Jullie schieten niet erg op, hè? Over 8 maanden moet het klaar zijn. Nee, Caesar, 12 maanden. Geen sprake van 8. Luister, Caesar, ik zal het je uitleggen. Ik luister. Ieder jaar heb je de lente, de zomer, de herfst en dan de winter. En dan weer de lente, de zomer enzovoort. En zo wisselen de seizoenen. En dat doen ze in 365 dagen, oftewel 12 maanden. En zo ontstond in het jaar 46 voor Christus de Juliaanse kalender, onze huidige kalender. Jongens, kom nou eens kijken naar mijn nieuwste uitvinding. Een wateruurwerk. Is dat niet meesterlijk? Brand, brand, snel, er is brand in de verte. Kom jongens, snel erheen. Oh, brand, brand. Uit de weg. Pas op, uit de weg. Help! Help! Hou nog even vast. Het is boven. Schiet op. Hey!
Bedankt, vrienden. Hoe kan ik jullie belonen? Het zijn toch maar slaven. Ga maar. Ik regel dat wel met jullie chefs. En mijn bevordering? Het nieuwe huis van ridder Lucius Sergius, wat gebouwd is op de heuvels van de stad. Daar leiden onze vrienden een rustig leven sinds hun moedige reddingspoging. Dag Pieternel, hoe gaat het? Goed, en met jou? Pieternel. Pas geschoren, of tenminste kort geleden, ontvangt Lucius Sergius zijn beschermelingen. Zijn bezoekers leggen hem hun problemen voor en krijgen goede raad, aanbevelingen of bij voorkeur nog de sportule, enkele kleine zilverstukjes of een flinke mand met levensmiddelen, zolang de voorraad strekt. Pieter, mijn voertuig. Op zijn beurt gaat Lucius zijn beschermheer een bezoek brengen om hem zijn genegenheid te betuigen. Zonder er iets voor terug te verwachten. Nou ja. We verkeren in goed gezelschap. Hoe gaat het, mijn beste? Uitstekend, dank je. Kopen. Hey, stommeling! Pas op! De Romeinse burgers besteden een groot gedeelte van hun tijd aan discussies over politiek. En dat op de meest onverwachte plekken. Doe waar je zin in hebt. Komt het zien, wie danst er met de aap? Daar gaat ie. De toekomst ligt in de sterren, laat u de hand lezen. Wie kan deze neger met wit voetje en dito dame? Hé, vrienden. Kom eens kijken, mijn allerlaatste uitvinding. Een apparaat om pilaren te heien. Werkelijk een uitstekende uitvinding. Kijk eens, niet waar, geniaal. Oh, dat gaat mis. Stop. Oh, stop, 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 stop. Zet dat ding stil. Stop, stop. Oh, nee, alsjeblieft, zet hem stil. Stop. Oh, ophouden. Nee, nee. Oh, verschrikkelijk.
Schiet op, kom snel mee, we zijn laat. Tot straks. Dag. Doe je best, hè? 3 + 1 = 4. De aarde is een bol die in de lucht hangt. Die lucht zelf is een doorschijnende substantie. Binnen die substantie draait de zon in het rond om ook die arme mensen licht te geven die onze tegenvoeters zijn. Langs de Tiber, waar Pieter juist komt aanslenteren, stromen alle rijkdommen van de wereld samen. Graan uit Egypte, olie uit Spanje, lood, koper, zilver, ivoor, stoffen, kruiden en zijde. Maar Pieter wordt door zijn meester in de badinrichting verwacht. Gegroet. Ave. Uw tegenstander staat naar. Hey. Oh, nee. Nee, deze zuil moet hierheen. Laten we opschieten. Hoger daar, hoger. Ja, hij moet hoger daar. Hé, hey, hallo daar. Dag. Wat was ik nou ook weer mee bezig? Oh ja, hey, wacht even op mij. De plaatsing der sterren doet vermoeden dat er iets staat te gebeuren. Namelijk een omwenteling in Rome. Bedankt voor je oplettendheid, beste vriend, maar dat durven ze niet. Oh, gij mijn zoon. Oh, Caesar. Enkele tientallen jaren later kwam er een kind ter wereld waarvan de geboorte het jaar 0 van onze jaartelling aangeeft. En deze gebeurtenis zal zijn weerga in de geschiedenis van de mens niet kennen.